Oh, deze puist hier. Deze is gisteren opgekomen dagen. Ik weet niet waarom, want hij is niet uitgenodigd. Maar goed, laten we die gewoon vooral negeren. Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik bezig een ander soort video. Het is wel een beauty video, maar geen make-up video. Want ik ga vandaag jullie laten zien hoe je je lichaam makkelijk kunt zelfbruinen met een mousse. Deze video is in samenwerking met het merk Vanity. Dat is van oorsprong een Australisch merk die nou ook hier is. En zij verkopen allemaal hele mooie producten om jezelf mee te bruinen. Ze hebben ook wat make-up producten, wat skincare. Ik ga mij vandaag echt focussen op hoe je je lichaam en je gezicht kunt zelf bruinen. Gewoon heel makkelijk en snel thuis. En ik heb ook wat make-upjes erbij die je ook nog extra kunt gebruiken voor een extra glow. En gewoon ja, wat extra vavavoom. Ik merk ook dat de laatste tijd zelf bruinen steeds meer populair wordt. Omdat veel mensen toch wel gaan beseffen hoe slecht zonnebanken is en hoe slecht dat is voor je huid. Ik ben ook heel vaak gaan zonnebanken, maar ja, het is gewoon echt super slecht voor je huid. Het is duur als je het elke week doet. Dus ja, zelf bruinen is toch ja, wat makkelijker en je kunt het gewoon lekker thuis en snel doen. Dus ik hoop dat jullie deze video leuk vinden en dan gaan we gewoon snel beginnen. Nou, ik zal eerst even vertellen wat ik ga gebruiken. Bij Vanity op de website verkopen ze het in bundels, maar ook gewoon alle producten los. Dus als je nog niks hebt en dit voor de eerste keer gaat doen, is het misschien handig om een bundel te nemen. Ik heb ook een bundel gepakt. Maar dat is wel een beetje aan de dure kant, omdat je dan echt alles koopt. Dus in principe kun je ook gewoon wat je echt moet hebben loskopen. En dan, ja, dan scheelt het je weer een hoop geld. Ik heb de grootste bundel, de meest dure. Dit is de Velocity, als ik het goed uitspreek, bundel nummer 3 Glow All Out bundel. Die is normaal €162,95 en nu is die in de aanbieding voor €130,35. En in dit pakket heb je echt alles. Ik moet wel zeggen, je hebt niet alles nodig, dus doe dit alleen als je echt alles wilt. En als je niet per se alles wilt hebben, heb je ook nog 2 bundels die iets minder kosten. Of ja, zoals ik al zei, koop gewoon dingen los. Oké, wat krijg je in deze bundel? Deze scrub handschoen, want je moet je eerst scrubben. Je krijgt ook deze handschoen om je mee bruin te maken. Dan heb je hier de bronzing mousse. Deze ga ik dus gebruiken om mijn lichaam en mijn gezicht te bruinen. En je hebt ook de tan eraser. Dit is handig als je je tan eraf wilt hebben. Dus sommige mensen willen gewoon hun tan eraf hebben na een tijd of wat dan ook. Of ze willen het opnieuw aanbrengen. Maar als je een tan aanbrengt op een halve bak tan die er al op zit, is dat niet heel mooi. Dus dan is het handiger om eerst je tan eraf te halen. Dus die zit er ook bij. En dan heb je nog wat extra dingetjes. Je hebt de bronzing custard. Dit is minder heftig dan de mousse. De mousse is echt om jezelf echt bruin te maken. En voor de mensen die het gewoon langzaam willen opbouwen met een iets mindere heftige donkere substantie, die kunnen de bronzing custard aanbrengen. In zelf bruinen zit een aantal procent DHA. DHA is dus het spul wat jou echt bruin maakt. En in de mousse is de DHA 7-8%. En in de custard is dit slechts 3-4%. Dus bijna de helft minder dan deze. Dus voor de mensen die het allemaal niet zo bruin willen en gewoon rustig willen opbouwen, is deze fijner. En je hebt hier de self-tanning drops. Deze zijn super fijn voor je gezicht. Je kunt ze mixen met je dagcreme en dan die aanbrengen. En door deze drops hou je dan je gezicht een beetje bruin elke dag, want je werkt elke dag bij. Want als je je hele lichaam bruin maakt en je gezicht, ja, je gezicht, vooral vrouwen dragen make-up, scrubben hun gezicht, halen make-up eraf elke dag, waardoor je gezicht sneller weer wit wordt dan je lichaam. Dus als je het dan een beetje bijhoudt met de drops, door ze in je dagcreme te mixen, kun je je gezicht toch een beetje bruin houden. Nou, als je gaat beginnen met zelf bruinen, is het belangrijk dat je een paar dagen van tevoren stopt met body lotion of zonnebrandcreme. Want dat gaat beïnvloeden hoe lang de tan blijft zitten op je huid. Dus probeer 3 dagen van tevoren daarmee op te houden, of 2 dagen, wat jij het prettigst vindt. En je moet 1 dag van tevoren je lichaam scrubben. Dat heb ik ook gedaan. Om te scrubben heb ik deze scrub handschoen gebruikt. En ik heb zeezout gekocht bij de Kruidvat. Super goedkoop. €2-3 voor volgens mij, ik weet het niet meer precies. En daarmee heb ik heel mijn lichaam gescrubt. Want ik ga heel mijn lichaam bruinen. Dus echt mijn benen, mijn buik, mijn rug, mijn taille, mijn
armen, mijn schouders. Ik heb letterlijk alles gescrubt. En deze handschoen vind ik super fijn. Want hij is niet te hard en te stroef. Waardoor je je lichaam helemaal kapot scrubt. Hij is gewoon super fijn. Het is wel belangrijk om te weten dat je je lichaam scrubt met iets waar geen olie in zit. Dus er mag echt absoluut geen olie in zitten. Dus zeezout is daar perfect voor. Je mag ook iets anders gebruiken als er maar geen olie in zit. Want daardoor gaat je tan ook minder lang op je lichaam blijven. Nou, ik heb dus gisteren gescrubt en vandaag gedoucht. En nu ga ik gewoon de bruiner aanbrengen. Ik ga dus deze handschoen gebruiken. En ik gebruik de mousse. Wat dus fijn is aan deze mousse zijn een aantal dingen. Je kunt zelf je kleur bepalen hoe heftig je het wilt. Er staat ook op het flesje, als je het na 1 uur eraf haalt met water, dus als je het opdoet en daarna doucht met water, dan heb je een hele lichte tan. Als je het na 2 uur doet, dan heb je een iets donkerdere medium tan. En als je het na 3 uur of meer eraf haalt, dan heb je de meest donkere tan. Ik heb ook 3 strepen gemaakt op mijn been. Ik breng het ook even hier in beeld. 1 streep heb ik eraf gehaald na 1 uur, de andere na 2 uur en de andere na 3 uur. En je kunt goed het verschil zien qua kleur. Dus dat is wel fijn. Dat je gewoon echt kunt bepalen hoe heftig jij het wilt. Want de meeste zelfbruine mousses is het gewoon 1 kleur. En that's it. Daar moet je het gewoon mee doen. En het is dus ook heel fijn dat je niet 7 tot 8 uur per se moet wachten voordat je mag douchen. Je mag in principe al na een uur douchen. Ik laat de tanner gewoon 3 uur opzitten. Want ik wil gewoon lekker super heftig bruin zijn. En mensen, als je het allemaal goed doet, blijft de tan 5 tot 7 dagen zitten. Oké, voordat ik ga beginnen hiermee. Je hebt bepaalde plekken op je lichaam die wat donkerder worden. Zo was hier de knokkel. Bij je handen en hier bij je ellebogen, je knieën. Dus wat je hieraan kunt doen is gewoon je body lotion pakken. Ik gebruik van Love Beauty and Planet hun She Velvet Body Lotion. En dan pak ik een heel klein beetje ervan. Echt een heel klein beetje. En dan smeer ik voordat ik begin een beetje van de lotion aan op die plekken. Want dan pakt de bruine daar iets minder. Dus dat is daar ideaal voor. En ook hier bij mijn knokkels. En dit doe ik dan ook bij mijn knieën. Nou, ik heb wel iets aan hoor mensen. Ik ben niet naakt. En dan ga ik eerst hier allemaal beginnen en mijn gezicht. En ja, je gezicht kun je ook doen. Veel mensen slaan het gezicht over, want die hebben iets van ja, ik doe toch foundation op elke dag. En dan matcht het alsnog, dus dat mag ook. Maar ik doe gewoon echt alles. Dan breng ik een beetje aan. En dan ga ik gewoon hiermee alles insmeren. Oh, mijn bovenarmen zijn zo dik. Mensen met acryl, pas op, want je acryls kunnen bruin worden. Dus sla echt je nagels goed over. En dan ook mijn andere arm. En dan ook hier bij mijn borst en mijn nek. We doen gewoon lekker alles, jongens. Ik word hier altijd een beetje rood, want ik heb hier een hele gevoelige huid. En als ik het maar een beetje aanraak, is dan gelijk rood. Voor mijn gezicht pak ik niet meer mousse, want dan wordt mijn gezicht misschien iets te bruin. Dus gewoon met wat er nog hierop zit, ga ik ook over mijn gezicht. Deze handschoen is ook echt heel flexibel, dus je kunt ook zo je vinger naar onderen duwen. Kijk zo. En dan kun je echt zo bij je neus gaan en alles. Dus je kunt deze handschoen gewoon ideaal gebruiken ook voor je gezicht. Mensen, breng dit niet aan met je handen, want echt je handen worden één grote bruine vlek. Dus doe het echt gewoon met deze handschoen. Mijn benen doe ik natuurlijk ook helemaal. Ik doe gewoon echt letterlijk mijn hele lichaam, omdat ik gewoon helemaal bruin wil zijn. Nou mensen, ik heb nou mijn hele lichaam gedaan. Zoals je kunt zien ben ik al nu al een stuk bruiner dan net. Ook mijn gezicht. Mijn gezicht niet te veel, omdat daar maar een heel klein beetje zit. Maar ja, het moet allemaal wel matchen met mijn hele lichaam. Ik ga dit er gewoon letterlijk 3 uur op laten. Even kijken hoe laat het is. Het is nou 2:15. Ik kom terug om 2:45, 2:54, 2:55. Rond 4:45, 6 uur kom ik terug. En dan zien we het eindresultaat van deze mooie bruining self-tanner. Ik heb dit by the way gedaan binnen letterlijk 5 minuten. Het is gewoon een beetje smeren, smeren, smeren en klaar. Nog wel even één tip. Als je je hele lichaam doet, zorg ervoor dat je een spiegel hebt waarin je je hele lichaam kunt zien. Want ik heb altijd dat ik zo hier niet goed doe. Hier zo. En bij mijn armen eronder, waardoor er een streep is. En die moet je wel kunnen zien, zodat je snel kunt bijwerken met wat extra mousse. En anders krijg je van die lelijke strepen. Dus je moet echt heel goed je hele lichaam kunnen zien. Van onder, van boven, elk hoekje, elk gaatje moet je kunnen zien. Om te zien of je echt elke plek hebt gehad. En dan ja, na een paar uur heb je de perfecte bronzy
Tim. Als je de mousse hebt aangebracht, is het ook klaar. Hij geeft niet af of wat dan ook. Dus je kunt gewoon in bed gaan liggen, op de bank zitten. Gewoon doen wat je normaal ook zou doen. Zorg er gewoon voor dat je zeker het eerste uur geen water over je heen gooit. En dan komt het helemaal goed. Nou mensen, ik ga... Nou, chillen en ik zie jullie weer over 3 uur. Nou mensen, ik ben weer terug. Het is nu 5 over 5, dus ik ben nu ruim 3 uur verder. En zoals je kunt zien ben ik nu een stuk bruiner. Ook mijn handen zien er goed uit, mijn armen. Hier is het mooi bruin. Ik vind het echt super mooi. Dit is dus de meest heftige kleur. Ik heb hem nou super lang erop gelaten en er niet afgehaald. Dus dit is de meest heftige. Als je dit te heftig vindt, kun je het dus gewoon na 1 uur of 2 uur al eraf halen. Dan ben je wat minder bruin. Maar ik hou van heftig. Als ik dit doe, wil ik ook gewoon echt bruin zijn. Het is ook geen vieze oranje bruin. Het is gewoon een mooie Sunkist bruin. Als ik nou gewoon 5 uur in de zon zou gaan zitten, zou ik er ook zo uitzien. Of ja, niet 5 uur. Misschien wel 2 dagen of zo. Ook mijn benen zien er echt heel mooi uit. Heel mooi gebronsd. Ik ben er echt heel blij mee. Wel wil ik als tip meegeven, werk snel. Want anders krijg je lelijke strepen en dat wil je niet. Nou, mijn gezicht ziet er ook goed uit. Ik had daar dus een klein beetje aangebracht. En ja, het is gewoon ja, mooi gematcht met mijn lichaam. Niet too much. Het ziet er gewoon goed uit. Ik heb heel snel gewerkt en het is eigenlijk overal wel goed gedaan. Behalve één plek en dat is hier. Ik heb het hier niet goed uitgesmeerd. Hier wel. Dus dit is hoe het hoort. En dit is dus wat er gebeurt als je het niet snel genoeg doet. Maar voor de rest is mijn hele lichaam gewoon goed gelukt. Daar ben ik heel blij mee. De dagen hierna ga ik ook mijn tanning drops gebruiken. Ik heb hier mijn dagcreme. Dit is de Clinique Jelly Hydrating Creme. Daar breng ik gewoon evenveel aan als normaal. En dan 2 druppeltjes van die tanning. Smeer ik het gewoon uit. Dan smeer ik het gewoon zo over mijn hele gezicht. Want ik had ook vandaag nog geen dagcreme aangebracht. Omdat ik dus ging bruinen. Dus dat doe ik nou eventjes. En ik breng het ook altijd zo tot mijn nek. Ik adviseer wel dat als je dit hebt gedaan en je handen gelijk was. Want dit zijn gewoon tanning drops. Dus deze worden een klein beetje bruin. Als je de bundel te veel vindt en je niet al die poespas wilt. En je gewoon de mousse wilt en deze handschoen. De mousse is 40 euro en de handschoen is 10 euro. En wat leuk is om te weten is dat deze voor 95% uit natuurlijke ingrediënten bestaat. En het is allemaal niet op dieren getest. Dus dat vind ik altijd grote pluspunten. Oké, dan doe ik heel even weer een haarband in. Van hun merk heb je ook een liquid highlighter. Deze kan ook heel mooi zijn op de huid. En dit flesje is €37,50. Het is gewoon een liquid highlighter in de kleur ivory. Als je dat nou te duur vindt of je vindt de kleuren niet mooi of whatever. Je kunt gewoon elke liquid highlighter gebruiken in principe. En dan is dat wel mooi om hier op je jukbeen eraan te brengen. Oh. Ik heb iets te veel aangebracht. Oh my god. Nou, met een spons of gewoon met je vingers is dat wel mooi voor een extra glow. Als je echt een glowy lichaam wilt. Of gezicht. Dit kan natuurlijk ook gewoon op je gezicht. En dan ook hier bij je schouders. Dat is ook altijd heel erg mooi. Vooral als de zon er zo opkomt. Oh my god, dan ben je echt zo'n glowing goddess. Dan ook hier bij de andere schouder. Oeh. En ze hebben ook de Ready Set Glow Setting Spray. Deze kost ook €40. Ziet er heel mooi uit. Kijk, als je hem zo schudt. Kijk hoe mooi alles zo gaat. Oh my god. En dit kun je na je make-up op je gezicht sprayen. Om het een extra glow te geven en je make-up te zetten. Maar het kan ook gewoon zonder make-up om je huid glowy te maken en je lichaam. Dus dat ga ik eventjes doen. Ook op mijn armen. Super verfrissend. Hij ruikt ook echt heel lekker. Zo, nou is het gewoon weer helemaal alsof ik net van vakantie kom. Want ik was, voordat ik dit deed, dus vanochtend gewoon echt op mijn licht. Dat was echt mijn meest lichte huidskleur die ik heb. Gewoon super licht voor mijn doen. En in de zomer zie ik er altijd zo uit. En dat is echt veel mooier. Mensen, ik ben ook heel erg benieuwd of jullie ook zelf bruinen. En wat jullie gebruiken. Of dat je ook andere manieren hebt. Of extra tips en tricks die ik niet heb besproken in deze video. En ik hoop natuurlijk weer dat jullie hebben genoten van de video. En dan hoop ik jullie allemaal weer te zien bij de volgende video. Doeg! Oh ja, vergeet niet te liken en te abonneren.